We hadden in het begin van dit gesprek, kwamen er een heleboel dingen langs. Je had het over geschiedenis, je had het over van alles. En ik weet even niet meer, ik ben benieuwd, waar heb jij zin in om nog even iets aan toe te voegen? Nou ja, geschiedenis, de tijd die je, zeg maar, die... Nou, ik begin maar heel vaag, weet je wel, en dan word ik wel wat preciezer. Dus, mooi. Dus voor mij... Ik heb buiten het maken van dingen, gewoon als mensen, hoe ik het leven beleef en zo. Ik kan het ook niet zonder ontroering zeggen. Dat zeg maar, ik heb iets met tijd. Ja, dat, en ik kan het niet uitleggen. Ik bedoel, maar soms zijn er zo van die momenten dat ik een soort besef heb dat er tijd verstrijkt. En dan gaat het niet eens over dat er een punt A is waarop iets op een bepaalde manier was, en op punt B is dat veranderd of mooier geworden of fijner geworden of weet ik veel. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat er tussen punt A en punt B tijd verstreken is of zo. Ik weet niet, ik kan het moeilijk uitleggen. Het klinkt super vaag en mega fascinerend. Ja. Kan je misschien wel een voorbeeld geven van dat je een keer dat gevoel had? Nou, bijvoorbeeld toen mijn moeder overleed. Ze heeft geleefd. Daar zitten ook nog heel veel andere emotionele kanten aan. Die gaan over verbindingen en zo. Dat is er ook allemaal, maar daar gaat het nu niet over, denk ik. Maar dat is van, oké, iemand die belangrijk voor me is, die heeft geleefd. En dat heeft een vorm gehad en dat is zo gegaan. En die is er nu niet meer, weet je wel. Dat markeert zo erg dat er tijd is, dat iets er wel is en dat dan niet meer is of zo. Dat fascineert mij enorm. Maar dat raakt me ook echt. Dat voelt voor mij als iets ontzettend zinvols of zo. Dat dingen er zijn en dan niet meer zijn. Of dat dingen eerst een vorm hebben en dan een andere vorm. Okay. Of dat op die manier tijd verstrijkt, zeg maar. En voor mij is maken ook een manier om op de een of andere manier daarmee in contact te komen of zo. Mm-hmm. Ja, met tijd. Drummen ook trouwens. Ha! Ja. Letterlijk, vaak ja, je houdt het tempo als je het mist. Nee, ja, weet je, als we bijvoorbeeld ons als drummers zouden vergelijken, ben jij een gigant en ben ik ergens een miertje die ergens op de grond kruipt, weet je. Maar, kan je dat wetenschappelijk... Ja, ja. Ja hoor, dat kun je zo doen. Dan maak je een jury en dan zet je een testbatterij. En dat kan allemaal, zeker. Okay. En dan komt er ongeveer zoiets uit. Ja. Goed. En dan scoor jij een 9,9 en ik een 0,1 of zo, weet je wel, zoiets. En dat is het. Ik bedoel, dat is zo obvious, dat is niet eens de moeite om het erover te hebben. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat voor mij mijn verbinding met het drummen en dat doen en wat me erin aantrok, is onder andere dat. Dat je als het ware gewoon op een hele actieve manier in de tijd meestroomt. Mm. Wauw, echt fantastisch. Mm-hmm. En zo voelen voor mij maakprocessen ook. Ja. Een van de dingen die voor mij schuurt aan het trommels maken, en daar ben ik nog altijd niet uit wat ik daarmee wil of zo, maar wat schuurt is dat daar zoveel techniek aan zit, zeg maar. Mm. Dat houdt soms... Daar heb ik een dubbele relatie mee. Dat houdt me soms tegen. Hè. Dus ik heb ook fases waarin ik schilder. En daar houdt niks meer tegen. Het is technisch helemaal. Gewoon, je hebt wat kleurtjes en dan ga je, weet je wel. Mm-hmm. Dat voelt heel natuurlijk. Ja, maar het is tegelijkertijd ook weer dodelijk vermoeiend op een bepaalde manier. Omdat het dan zit je er zo hoog op, zeg maar. En dan is de je... het is mediteren, eigenlijk. Maar dan, net zeggen, maar dan 3 uur achter elkaar. Ja. Het klinkt heel spiritueel, zoals jij het benoemt. Waar ik aan moet denken als je dit zo zegt, is gewoon dat alles verandert, constant. Mm-hmm. Dat eigenlijk nooit iets hetzelfde blijft. Dat is de associatie die ik dan krijg. En dan maak ik wel jouw trommels mee en die zijn even zoals ze zijn.
Maar... Nou ja, kijk, ik kom er niet onderuit dat als ik een trommel maak, dat die op enig moment een vorm heeft en dat die dan houdt, zeg maar. Hè. Ik hou bijvoorbeeld in design of in kunst of helemaal in de beeldende kunst, vind ik het echt gruwelijk dat mensen objecten maken die als het ware dan als object nog weer veranderen of zo, weet je wel. Omdat er, weet ik veel, een boom in geplant wordt. Dat soort dingen. Kan ik helemaal niet tegen. Dus okay. Dat is misschien op het eerste oor voor jou heel vreemd of zo. Maar ik hou echt van stilstaande dingen dan. Als objecten of als een schilderij. Okay. Ik heb helemaal niks met moderne kunst, met video, al die dingen. Daar heb ik allemaal helemaal niks mee. Ik hou echt gewoon van een schilderij, weet je wel. Of een beeldhouwwerk. Gewoon bam, daar staat hij. Yeah. En daar hangt hij. Zo. En, okay. en met trommels dus ook. Hè. Dat is op een gegeven moment... Is het gewoon dat? Uh-huh. En dan beweegt het niet meer. Maar wat mij het meeste boeit is om het zo te maken alsof die nog verder zou kunnen bewegen. Wow, dit gaat wel diep. Oké. Okay. Dus de tijd stroomt. En in die tijd verhoud ik mij op een bepaalde manier tot materialen, objecten, kleuren. Het concept trommel, wat vrij basic is, een rond ding, vel erop. Hè? Mm-hmm. En daar verhoud ik mij toe. En top-down en bottom-up. Ik heb top-down wel iets, maar ik ben ook heel erg bezig met wat de bottom-up komt. Hè? Wat er op mijn pad komt. Ja. De juiste lux voor die bijvoorbeeld, die zitten waarschijnlijk niet in die doos en ook niet in die doos. Maar die komen op enig moment op mijn pad. Mm-hmm. Weet je wel? Maar die kunnen ook op mijn pad komen door iets wat ik al heb, maar wat ik dan plotseling doormidden zag. Kortom, en in dat proces is er op een gegeven moment een soort punt. Een soort punt waarop het voor mij. In elk geval visueel en tactiel klopt. Het technische stuk moet gewoon altijd kloppen. Dat is een soort gegevenheid, daar hoef ik het niet over te hebben wat mij betreft. Dat is iets, ik bedoel, het draait, het spant, het werkt, het is rond, het is vlak. En dat blijft het ook en zo. Dus de vakman in mij zorgt daarvoor. Maar dat is van veel minder waarde voor mij. Meer het visuele, tactiele, de uitstraling en zo. Op het moment dat die als het ware af is... Ja, natuurlijk stopt daar dat proces. Maar ik zou willen dat moment zo'n soort natuurlijkheid heeft... dat het voelt alsof die daarna verder zou kunnen gaan. Alsof die dat hele proces van het maken en hoe dat ontstaat... Mm. Alsof dat als het ware nooit ophoudt. Dat gaat gewoon alsmaar door. Wat niet zo is, maar dat het zo voelt. Ja, maar is dat anders dan bijvoorbeeld bij een beeld of een schilderij? Nou, voor mij is schilderijen... Nu heb ik weer een fase waarin ik niet schilder. Maar als ik wel schilder... Als ik over mijn levensloop heen kijk... Zeg maar, in toenemende mate zien mijn schilderijen eruit... Als iets wat bijna toevallig... gewoon zo bij elkaar terecht is gekomen. En toch klopt er iets. Hmm. Zeg maar. Alsof er dingen in een ruimte bewegen... Om half acht beweegt het en om half tien beweegt het nog en ergens om 8:50 heeft iemand er een foto van gemaakt. Yeah. Op het moment waarop het mooiste was. Ja, je weet nooit of het daarna nog, hè? Yeah. Maar net toen. Ja. Het is op dat moment net geen chaos meer en het is ook nog net geen orde. Mm-hmm. Zo, daar, dat. Yeah. Bats, daar. Maar het zou... Als die verf gewoon door zou kunnen bewegen... zou het daarna weer in de chaos verdwijnen. Ja. Het komt uit de chaos. Pat, het verdwijnt weer in de chaos. Oh, prachtig. Wauw. Dat. Ja. Je omschreef jouw proces eerder ook met iets als... Ja, dan trek ik dit eruit. Zei dat je letterlijk iets uit jouw verzamelingsdozen trekt... en dan kijk, oh, kan ik er nu iets mee? Of op een andere manier dat ik heel erg dacht... Oh, dat lijkt bijna een beeldhouwer. Zoals je het trommelmaakproces misschien deels beschouwt of benadert. Ja, nou, ja, nee, voor, ja, dat zit er zeker in. Mm. Ja.
En wat je net omschreef van top-down, je hebt een idee en dat volg je, maar je laat je ook beïnvloeden door wat er op jouw pad komt. Het klinkt als de perfecte symbiose, wil ik al bijna zeggen. Het heeft iets met verlichting al bijna, vind ik. In de zin van, het is denk ik goed om een doel te hebben, om een weg te zien en die te volgen, maar altijd flexibel te blijven afhankelijk van wat er gebeurt. Zo, en volgens mij, als je daar een combinatie in kan vinden, dan ben je denk ik best goed bezig voor jezelf. Ja. Of dwalen we te zijn af? Dat, met dat woord goed en voor jezelf, dat impliceert dat er ook iets gezonds aan is of zo, weet je wel. En dat weet ik niet. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Nee, oké. Dat wil ik graag een andere keer met jou onderzoeken. Want dit is al eerder gebeurd dat ik zei goed. En dan zeg je, ja, goed. Even kijken. Ja. Dat is super interessant. Maar misschien niet voor nu per se. Nee. Oké. Nog meer? Dat is het. Dat is, ik denk als ik het zo op een rijtje zet, en als ik het zo uitspreek, dat het hem daar voor mij zit. Dat is wel het belangrijkste, denk ik, wat me drijft. Om zo'n proces te volgen en om daarmee in touch te zijn. En om dan te kijken van, oké, wanneer maak ik die foto, zeg maar? Ja. Wanneer maak ik die foto? Wanneer is de compositie klaar? Ja, maar niet zo klaar. Hè? Dus niet al te klaar. Zo. Mm-hmm. Ja, zo dat. Ja. Oké. En het, ja, gewoon zo vrij uit. Hè? Het heeft voor mij ook iets te maken met wat ik fascinerend beginsel vind. Is, het heeft ook met afstand en kijken te maken. Wat ik een fascinerend beginsel vind, is 80-20. Ah, ja. Dat vind ik echt zo fascinerend. En nogmaals, hè, dus technisch moet het kloppen. Hè, dus technisch ga ik voor 100. Hè, maar al die andere aspecten die er aan een trommel zitten, en overigens ook aan een schilderij of zo, ga ik heel erg voor 80-20. Kan je dat heel even toelichten? Ja, nou, bijvoorbeeld, als je een ik besefte het me vorige week of zo. Toen dacht ik over Van Gogh als schilder. Door het incident of daarvoor al? Nou, het incident zou ermee te maken kunnen hebben. Ja, dat ik dan een keer ergens heb opgepikt en dat dan later zo doorborrelt. Oké. Het zou kunnen. Maar incident heeft er nu niks mee te maken. Maar zeg maar, Ik was iemand aan het vertellen, een collega hadden we het daar over. Er is in de psychologie bestaat er zoiets als satisficers en optimizers. In hoe mensen keuzes maken. En ik ben hartstikke een satisficer. Dus als het er is, dan is het er. En dan is 80 is echt perfect. Oh, dat betekent, jij bent al gauw tevreden, om het maar zo te zeggen, of... Nou, kijk, een satisficer. Kijk, een satisficer die wil iets. Mm-hmm. Ik wil trouwens eigenlijk nooit iets, dat is heel gek. Maar om het een beetje uit te leggen, in elk geval wat het in de literatuur betekent. Een satisficer die heeft een bepaald doel. Die wil bijvoorbeeld een vakantiehuisje boeken. Mm. En die heeft voor zichzelf redelijk op een rijtje waar dat aan moet voldoen. Als ik bijvoorbeeld voor mezelf zou spreken, nu we kinderen hebben, is het allemaal weer wat anders. Maar toen we nog geen kinderen hadden, bijvoorbeeld, niet aan een drukke weg. Er is natuur in de buurt. Er vliegen niet vliegtuigen laag over. Er hoeft niet zoveel luxe in te zitten. Stromend water en een toilet. Een paar van die dingen. Ongeveer daar en daar in de buurt. Nou, als je dat zo, dat zijn gewoon vrij eenvoudige parameters. Als je dat invult, dan rolt daar wat uit. En dan zie ik drie huisjes. En dan die. Ja. Klaar, ben ik in 5 minuten klaar. Oké. Ja? En zo doet een satisficer dat. Dus satisficer, dat is het woord. Dus die heeft een bepaald plaatje wat ingevuld moet worden. Nou, het eerste wat dat plaatje ook daadwerkelijk invult, goed genoeg invult. Oké. Klaar, akkoord. Mm-hmm. Terwijl een optimizer, die gaat een heel langdurig en energievredend proces door van alle opties bekijken om echt helemaal zeker te weten dat datgene wat die persoon kiest
helemaal 100% het allerbeste is wat hij zou kunnen vinden in de hele markt. Oké. Zeg maar. Is dat een perfectionist? Of is het meer dan dat? Of? Die manier van keuzes maken correleert voor weet ik wat hoeveel procent met perfectionisme. Okay. Hè? Dus dat maar dus dat. Mm-hmm. En als ik bijvoorbeeld kijk naar als ik dit vertaal naar drumbouwen en zo. Hè? En ik noem dit even, ik versimpel dit even tot 80-20 denken of 100% denken. Als ik eens vertaal naar drumbouw, als ik eigenlijk zie waar dingen grote bouwers, maar ook kleine bouwers. Ik heb voor allemaal evenveel respect. Hè. Dus ik heb helemaal niet de bedoeling om wie dan ook de poten onder zijn stoel vandaan te zagen. Hè. Dus gewoon echt helemaal niet. Dit gaat puur over hoe ik denk. Hè. Wat ik interessant vind. Ja. Maar ik moet iets vertellen over wat ik dan denk als ik het tegenkom. Wat ik dan tegenkom is dat eigenlijk dus heel veel wat mensen vertellen over hun product, zeg maar. Die gaat over de laatste 20%. Ja. Of die nou wel of niet bestaat. Maar weet je wel, ja nee, want deze ketel heeft helemaal geen lijm. En dat is nou net die laatste 20%. Of deze is zo vlak, die kan je op een machinebankwerker vlaktafel. Want die hebben van die speciale granieten. Daar kan je er, weet ik veel, een lamp omrouwen. En dan zie je nog steeds geen kiertje. Ja. Of op, weet ik veel, zoveel micrometer. Zeg maar allemaal, of deze lak is zo, of deze. Het gaat allemaal over dat. Yeah. Zeg maar. Terwijl, als ik kijk naar het van een afstandje, en nogmaals, om niemand af te zeiken, maar gewoon als ik kijk van een afstandje met mijn ogen naar het product, dan denk ik, ja, ik vind die laatste 20% helemaal niet interessant. Want ik vind dat hele ding niet interessant. Ja. Snap je? Het is, ja. Die eerste 80% vind ik niet interessant. Mm. En soms wel hoor. Dus bedoel, maar dat is vanuit mijn artistieke hart dat ik dat zeg. Hè? Dus dit gaat niet over product design. Dit gaat niet over instrument bouwen. Daar gaat dit allemaal niet over. Dit gaat over artisticiteit. Ja. Puur artisticiteit als een soort van een graadmeter of ding wat ik belangrijk vind. En als ik vanuit die optiek naar die trommels kijk, ja, ik vind dus die eerste 80% niet belangrijk. Dus die laatste 20%, die boeien mij niet. Snap je? En wat mij dus echt boeit, waar ik op zoek naar ben, waar ik mee bezig ben, vindt zich in die eerste 80% af. En dan is het ook goed. Ja. Als de technische basis helemaal in orde is. Ja. Maar dan is het ook goed. Snap je? Ja. En met Van Gogh bedoel ik dat. Daar gaat het nog een stap verder. Ik heb veel Van Gogh gezien. Zeer diep van onder indruk geweest. Maar het ook echt heel goed bestudeerd. En die ging zo ver. Daar houdt dit denken. Daar kun je niet eens meer op die manier over denken. Zeg maar. Bij Van Gogh is er geen getal of percentage te noemen. Er bestaat niet eens een perfect. Er is gewoon een schilderij. En dat is een Van Gogh. En ja, trouwens, hij heeft echt wel interessante gemaakt en niet zo interessante, maar in zijn latere fase. Het heeft gewoon allemaal ballen en allemaal zeggingskracht, snap je? En dat gaat helemaal voorbij aan. Er was voor Van Gogh niks te halen. Die man die was gewoon bezeten van wat hij deed. En was, ik denk dat hij ook wel een psychiatrisch beeld had, zou ik maar zeggen. Mm. Het zou in deze tijd heel anders gelopen zijn. Yeah. Maar die was gewoon bezeten van wat hij deed. Yeah. En dat deed hij gewoon. Yeah. En die was ook wel bezeten van iets wat hij tot uitdrukking wou brengen. En daarom ging hij juist zo ver. Mm. Maar, en ik denk dat hij daar ook wat. Ik kan natuurlijk geen diagnose stellen, maar daar was hij misschien ook wel een tikkeltje autistisch in. Zeg maar. Maar ik denk no way dat er ook daadwerkelijk een relatie was tussen wat hij maakte en wat hij wilde maken. Ik denk dat bij hem helemaal niet zo relevant is. Ik denk dat het vooral relevant is dat vanuit wat hij wilde maken, dat hij zo gedreven was en zo ver ging, dat hij
met die mentaliteit zo diep in dat proces kon stappen van het maken. En daardoor gewoon over allerlei schilderkunstige grenzen heen stapte. En, ja. En vol in het hart van de expressie terechtkwam. Zeg maar. Snap je? Ja. Dus dat vind ik boeiend. En daar gaat 80-20 niet eens op. Het is gewoon een Van Gogh. Ja, juist. Ja. Ja, maar dan heb je het over exceptionele kunstenaars. Ja. Waar geen oordeel of stramien of wat dan ook meer op van toepassing is. Ik denk aan John Coltrane, hè? Als je zo Van Gogh omschrijft, die ook zo diep. En die heb je fascinerend. Als het alles overstijgt en als je dat een keer doorhebt en eigenlijk kan je er niet eens meer over nadenken. Nee, je kan het alleen meemaken. Ja, precies. Ja, daar krijg je kippenvel van. Ja. Wil je dat jouw trommels ook zoiets zijn? Mag ik iets zeggen? Ik kan dat niet willen. Ja, ik wilde zeggen, ik denk niet dat je dat wil. Volgens mij wil je eigenlijk niks. In het proces zijn. Ja, ja. Juist. Ja, ik kan dat niet willen. Ik kan ook niet zeggen dat het nooit zo zal zijn. Ik kan ook niet zeggen dat het ooit wel eens zo zal zijn. Ik heb geen idee. Mm. Ik kan dat niet willen. Als ik dat wil, leg ik mezelf lam. Ja. Ja. Dus, dit is krankzinnig om dat te willen. Dus als iemand ineens zegt, ik wil graag 100 van die trommels en 1000 van dat kitje, dan moet die niet bij jou zijn. Nee. Ja. Nee, er zijn ook momenteel, heb ik ook, is er iets gaande, ben ik in overweging om bijvoorbeeld het hele Utu-verhaal van BW Drums af te splitsen. Dat wordt iets op zichzelf. Oké. Waarin iemand ook betrokken raakt. Ja, ik noem nog geen namen en zo, omdat dat allemaal nog eens wat prematuur. Maar, en waarin dat dus veel meer dus een productieachtig aspect krijgt. Waar ik zakelijk dan ook niet per se heel... daar word ik niet per se heel veel wijzer van. Maar dan ben ik er vanaf. Mm. Word je er wel ietsjes rijker van? Ja. Dat zou ik je wensen. Ja, nee, maar het gaat er mij vooral om dat ik er vanaf ben. Ja. Want ik word erom gevraagd om van die dingen te maken. Ah, oké, steeds meer mensen willen zoiets. Ja, ik vind er niks aan om dat te doen. Oh, nee? Nee. Is het klaar? Nu heb je het uitgevonden, je weet hoe het werkt. Nee, dit vind ik leuk, weet je wel? Want dat Utu, dat is mijn idee. Ja. Dat heb ik bedacht. Trouwens, wie er maar mee luistert, iedereen mag dat van mij ook maken. Dus dat, je hoeft er geen patent op te hebben? Nee. Dus als iemand denkt van, goh, dat wil ik ook maken. Nou joh, doe lekker. Oké. Open source. Ja, ja, ja. En maar weet je, in dit, maar het is in elk geval mijn idee en het zit in mijn hoofd en ik kan dat gewoon doen. En omdat ik er al zoveel gemaakt heb, kan ik het ook op allerlei manieren aanpassen. Dus dan zit ik met zo'n koektrommel, wil ik daar wat mee? Oh, dan maak ik een Utu'tje, weet je wel? Ja. Dus dat wordt voor mij heel makkelijk op die manier. Maar echt Utu's maken, laten we zeggen 14 inch, niet al te uniek tegen betaalbare prijs met fabriekshardware erop. En zo, ja, daar ben ik echt helemaal klaar mee. Dus dat boeit me echt geen lor. Gewoon helemaal niet. En het proces is inmiddels zo goed, dat kan je gewoon vertellen hoe het moet. En dan kan iemand het maken. Die persoon waar ik het over heb, die is dus... Die heeft wel de interesse en de motivatie om bijvoorbeeld dat te gaan uitwerken naar een CNC-plan. Hè, dat je dat gewoon, dat je een tekening hebt en dat je dat kan uitfrezen en dan in elkaar zetten. Waardoor je die productietijd gewoon enorm verkort. En tof. Dat hoef ik allemaal niet te doen. Ik ga niet. Als ik. Ik heb vaste dagen waaraan ik aan trommels kan werken. En ik heb stukken van avonden of weekenden. Maar dat wat ik heb, ga ik niet achter een computer zitten. AutoCAD tekening maken. Zo. Moet er niet aan denken. Ik ken dat programma niet eens. Dus ik pijn ze niet over. Ja. Ja, dus dat is het eigenlijk. Daar wil ik vanaf. Nee, ik snap het. Ja. Het past ook niet bij een artiest. En ik zie jou toch echt als artiest. Hey, ben je trots op iets wat je gemaakt hebt? Ja. Je oeuvre of iets specifieks? Een aantal. Er zijn een aantal waarvan ik, als ik die dan terugzie, dat ik denk, ja, dat is wel echt wat. Ja, als niet eens zozeer als een trommel. Ik ben trouwens ook altijd wel trots als ik een echt goede drummer op mijn
zoals jij toen. En denk ik, jezus man, wat klinkt dat goed. Ja. Ja, daar ben ik wel trots. Ja. Zo daar word je blij van ook. Ja. Ja. Puur. Ja, dus ik bedoel, je hebt ook een tijdje op die Utrecht gespeeld. Hè? En die was er gewoon, die andere, die stond nog voor deel op basis van vintage ketels. Maar die Utrecht, die was er gewoon helemaal niet. Weet je wel? Er waren eerst platen, materiaal. En daar heb ik iets mee gedaan. En toen werden dat ketels. En, en er was hout en buisjes aluminium van... ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Maar in ieder geval, dat was er. En dat heb ik gedraaid in messingbusjes en... helemaal van de grond af aan. Ja. En dan zit daar iemand op te spelen. En dat klinkt dan fantastisch. Ja, dat is te gek. Super. Daar ben ik van trots op. En een aantal trommels, die vind ik dus wel echt wel wat. En in grote lijnen, ja, ik voel wel enige trots bij het idee dat ik met wat ik doe... hoe zullen we het zeggen? Nog niet eerder beschenen aspecten van de trommel. Nog niet eerder ontdekte mogelijkheden van de trommel naar voren heb gehaald. Ja, dat je dit kan doen met een trommel. Hè? Dat het er zo uit zou kunnen zien. Dat het zo zou kunnen werken. Van speelgoedblokjes. Ik heb helaas heb ik nog niet... uitgevonden hoe ik het technisch goed moet doen. Maar ik heb bijvoorbeeld een zakje. Oeh. Wauw. Is dat oude Siku of Matchbox of... Majorette. Oh, Majorette. Ja. Juist. Maar dit zijn er dus 8. Oh. Ja, en ik stel me dan dus voor dat ze een buis op hun rug dragen. Zo. En dat dit dan dus de luk is. Of kunnen we hem even hierboven? Ja, kunnen we hem erop zetten. Zo. Ja. Wauw. Oké, ik verheug me. Nou ja, ja, ik ook. Ik heb alleen... Het is nu weer wat gestrand, want ik heb... Ja, er zitten te... Ik kan het nu niet uitleggen. Ja. Er zou ik een tekening mee moeten maken. Zo. Maar er zitten technische moeilijkheden aan. Die ik nu niet op kan lossen zonder die autootjes geweld aan te doen. Dat wil ik niet. Oké. Dus, ja. Hey, even een vraag uit eigen interesse. Maar daar kom ik op door dit speelgoed, door die blokjes en zo. Ik hou heel erg van Lego. Is Lego iets wat je ooit op een manier in een trommel zou kunnen verwerken? Lijkt me niet echt, tenzij je het in het gelijmde vaste vorm doet. En bedoel je met je mij specifiek of mij in het algemeen? Jij. Is niet uitgesloten. Oké. Okay. Maar ik voel... Er trekt mij niet iets aan dat idee. Dat begrijp ik helemaal. Dat was ook mijn gevoel toen ik die vraag wilde stellen. Ik weet niet of je dat überhaupt interessant zou vinden. Maar als je kijkt, Lego heeft een hele geschiedenis. Is begonnen met houten speelgoed. Weet je, heeft een hele mooie geschiedenis. Ja. Nu is anyway. Ja. Dus, en dat vind ik aan Lego deels ook weer zo interessant. Weet je, dat het zo'n weg heeft afgelegd. Ja. En wat je nog in de jaren 80 of 70 had aan beperkte middelen, zeg maar. En zo. Nu je het zo zegt, nou denk ik dat ik wel weet waarom het me niet trekt. Zeg maar. Ook dit kan ik alleen eerst abstract zeggen en later wat preciezer misschien. Zeg maar Lego en dat hele concept... Ik had het over dat bijvoorbeeld een sneerdrum. Hè? Als je daar een lijntje omheen trekt, dan is dat het ding. En dan in dat ding zitten elementen. En ik wil graag dat die elementen iets met elkaar aangaan. Hè? Maar niet te veel. Het moet niet te veel harmoniëren. Maar er moet iets gebeuren. En dat met elkaar aangaan... Ik zie dat bijna zeg maar tastbaar voor me. Dat kunnen die elementen alleen als ze zich... Als ze op de een of andere manier een soort van geopend zijn. Als er conceptueel een bepaald soort opening aan zit. Nee.
Nou, bijvoorbeeld die gebakjes die daarop staan. Hè? Die zijn voor mij heel open. Daarmee bedoel ik, dat zijn gebakjes. Maar door hoe dat is vormgegeven, hoe ze op een rij staan en wat daar visueel in gebeurt. Hè? Dus dat je rode stipjes hebt en bruine sterretjes. En framboosjes en geel rondjes en al die dingen, zeg maar, opent zich dat. Want er wordt namelijk ook een kleurig en visueel patroon, wat op zichzelf niet eens meer zoveel met gebakjes te maken heeft. En dus dat opent zich. En daardoor kan het iets aangaan met dat hout. Dat. Nou, dit is zo'n inloopje op wat ik wil zeggen. En Lego, dat krijg ik niet open. Mm-mm. Snap je? Het is wat het is. Maar daar zit ook die hele geschiedenis aan. En de naam Lego, dat is een dijk van een merk, weet je wel. En daar zit de associatie aan van spelende kinderen. En je ziet dat logo meteen voor je. Dat is zo sterk. Daar krijg ik niet open. Ja. Daar krijg ik wel open, maar dan moet ik het geweld aan doen. Dan moet ik het kapot maken. En dan kan het geen relatie meer met iets aangaan. Snap je? Dus het is niet te doen. Ja. Nee. Ik denk dat het niet te doen is. Ja. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat het niet te doen is. Voor jou is het op dit moment niet te doen. Nee, maar dat is waarom het me niet trekt. Om dat open te maken, dat krijg ik niet op. Super. En zo blij ik die vraag gesteld heb. Want nu denk ik nog beter te begrijpen waar het jou om gaat. Ja. Prachtig. Waarom staat dit hier? Hoort dit een trommel? Ja, dat is niet uitgesloten. Ja. Die komt van mijn schoonmoeder. Oké. En die... Oh, ik dacht dat het karton was. Nee. Oh, blik. Aha. En nogal diepte? Ja. Oké. Okay. Ja, en mijn schoonmoeder is the giving kind. Hè? Dus die, en ik was daar en ik zag die trommel. Dus ik keek zo. Wow. Dus, ze wisten al wel wat ik bedoel. Niet van ik wil hem graag hebben, maar ja, ik kon mijn reactie niet onderdrukken. Zo van, daar zit een aardige trommel in, zeg maar. Het is echt vintage, neem ik aan. Ja, dit is echt vintage. Ja. Leuk. Ja. Dat is niet ondenkbaar dat op enig moment een trommel wordt. Ja. Ik stel een vraag en ik denk dat ik het antwoord min of meer weet. Dus ik ben benieuwd. Doet het iets met je als mensen zeggen wat voor prachtige spullen je maakt? Lof, bevestiging? Ja. Ja? Ja. Heb je het nodig? Ja. Ja. Mm-hmm. Waarom? Het zit meer zo. Wat ik vooral nodig heb, ja, nodig. Nou, laat ik het maar even zo noemen. Wat ik vooral nodig heb, is dat ik. Dat ook toen ik schilderde, toen ik schilderde en als ik iets exposeerde of zo. Ja, dat mensen het mooi vinden, dat. Oké. Wat mij heel erg treft en trof, is als mensen een soort van herkennen van. Daar gaat dit over of zo. Dat is een soort van zien wat er gebeurt. Of het een soort van snappen. Ja. Dat heb ik nodig. Als er een soort connectie is met datgene. Ja. Mm-hmm. Ja, dat. Nou, ja. Ik weet niet of ik dat echt nodig heb om ermee door te gaan. Volgens mij kan ik het sowieso niet stoppen. Okay. Dus het... En als het niet in de trommels gebeurt, gebeurt het wel in schilderijen. En als het daar niet gebeurt, gebeurt het wel in iets anders. Mm-hmm. Dus het is niet te stoppen. Ja. Ook niet als ik daar helemaal niks op terugkrijg, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg fijn om daar iets op terug te krijgen. Ja, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Oké. Ja. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Het voelt goed zo. Ja, hè? Leuk. Dankjewel voor al deze informatie. Echt geweldig. Wauw. Wie weet ooit een voortzetting op een of andere manier. Ik vind het echt heel prettig.